Hey, leuk dat je meekijkt naar een nieuwe video en in deze video ga ik het met je hebben over de 8 time hacks die mij enorm hebben geholpen om productiever te werken met meer focus en om er bewuster te zijn van mijn tijd. En niet alleen voor mij, want ook mijn klanten, mijn volgers hebben superveel gehad aan minimaal één van deze 8 tips, zou ik zeggen. Dit zijn best wel, laat ik zeggen, uitzonderlijke tips in die zin dat je ze niet zo heel vaak hoort. Dus ik denk ook dat jij hier superveel aan kunt hebben. Dus ja, laten we gewoon zien. Wil jij dus productiever werken? Wil je met meer focus werken? Wil je bewuster met je tijd omgaan? Nou, laten we dan eens gaan kijken of jij iets aan deze 8 time hacks hebt. De eerste. En dit is meteen al zo'n uitzonderlijke tip die je eigenlijk nooit hoort, is wat mij betreft schrijf een persoonlijke grondwet. Dat zal mijn eerste time hack zijn. Waarom? Omdat voordat jij begint met het kijken naar hoe jij met je tijd omgaat, is het ontzettend belangrijk om te weten wat jouw doelen zijn. Waar je naartoe wilt. En dit is wat ik noem de persoonlijke grondwet. De afspraken die jij maakt met jezelf, die jij op papier zet. Hoe jij wilt leven, jouw doelen, jouw regels, de afspraken die jij met jezelf wilt nakomen. Dat zijn dingen die erin staan. Nou, oké, laten we nou iets concreter maken. De persoonlijke grondwet. Ten eerste wil je duidelijk hebben wat zijn je jaardoelen, op zijn minst. Je kunt dit nog veel groter maken, dat je naar 10-jarige doelen gaat. Ook helemaal goed, hier heb ik aparte video's over opgenomen, ga ik nu niet helemaal tot in detail doen. 10-jarige doelen kun je maken, je kunt daarna jaardoelen maken. Ik stel altijd voor om maximaal 4 jaardoelen per jaar te hebben op verschillende gebieden van je leven. Ik noem dit de 4 G's. Gezondheid, geld, geluk en groei. Ook hier heb ik andere video's over opgenomen, dus wil je hier meer over weten, check dan mijn andere video's op YouTube. En die vind je over het algemeen wel door iets in te tikken met doelen stellen. Dus dat is even belangrijk om van tevoren te weten. Dus dat komt in jouw persoonlijke grondwet te staan. Dus jouw visie, daarnaast jouw 4 doelen, jouw 4 jaardoelen en daarnaast jouw leefregels. En met die leefregels bedoel ik eigenlijk niks anders dan afspraken die je met jezelf maakt. Dus dit kan zijn dat je zegt, maar weet je, ik wil elke dag maximaal 30 minuten per dag op social media zitten. Dat kan één van die afspraken zijn. Een andere afspraak kan zijn dat je zegt van, ja, weet je, ik vind het fijn om elke ochtend om 6 uur op te staan. Een andere afspraak kan zijn dat jij niet meer wilt snoezen. Dus dat je daarmee stopt. Een andere afspraak kan zijn dat jij minimaal 3 keer in de week een uur naar de sportschool gaat. En zo kun je dus een heleboel van die leefregels bedenken en die zet je allemaal in jouw persoonlijke grondwet. Dus je kunt letterlijk een papier voor je nemen waar je alles gaat uitwerken. Vervolgens kun je daar 1 of misschien 2 A4'tjes van maken met persoonlijke grondwet. Daaronder jouw visie, daaronder jouw 10-jarige doelen bijvoorbeeld, daaronder jouw 4 jaardoelen voor dat jaar en daaronder jouw leefregels en dan ben je klaar. En van daaruit kun je heel erg goed gaan werken met die andere time hacks die ik nu met je ga bespreken. Time hack nummer 2 die ik dus nu met je ga bespreken is, oké, bouw kompastijd in voor jezelf. En wat bedoel ik nou precies met die kompastijd? Ik weet niet of jij het herkent, maar ik herken het wel heel erg bij mezelf. Dat ik af en toe te weinig stilsta bij mijn successen. Dat ik gewoon te weinig stilsta misschien ook wel bij het leven. Dat je even in het hier en nu daar even niet bent. Omdat je toch afgeleid bent door andere dingen, door de waan van de dag. En die kompasmomenten zijn die momenten die jij voor jezelf pakt. Om eens rustig te gaan kijken van, oké, waar sta ik nu eigenlijk? Wat heb ik tot nu toe bereikt? Maar ook, wat zijn voor nu mijn doelen en neem ik daar nog steeds actie op? Of word ik ondertussen toch afgeleid door bepaalde dingen? Of heb ik toch te weinig focus? Dus die kompastijden kun je indelen in verschillende onderdelen. Dus ten eerste, hoe ik het altijd doe, is dat ik een ja-moment heb. Dus ik maak een ja-planning voor mijn doelen. Oké, dit zijn de doelen die ik wil realiseren. Maar ik kijk ook terug naar dat jaar ervoor. En dus wat heb ik nou het afgelopen jaar eigenlijk allemaal gedaan, bereikt? En dat soort dingen. En dus dit kan wel heel simpel zijn dat je gewoon even terugkijkt op bijvoorbeeld een hele toffe vakantie die je hebt gehad. Dus dat is iets kleiners. Maar het kan ook zijn dat je denkt van, oh, ik kijk terug op het jaar omdat het een heel bewogen jaar was. Of juist een minder bewogen jaar. Dat maakt allemaal niks uit. Maar wat je wilt is dat je dus even terugblikt en daar echt een moment voor neemt. Dus echt een moment inplant om dat te doen en daar heel bewust mee bezig te zijn. Doe je dat niet, dan sta je er misschien wel een minuutje bij stil, maar ben je daarna alweer door met iets anders. Dus dat is kompastijd. Kompastijd doe je niet alleen op jaarlijkse basis, dit kun je per kwartaal doen. Dit kun je daarna nog weer kleiner maken en daar een maandmoment van maken. Je kunt er een weekmoment van maken. Ik ben een heel groot voorstander van het weekmoment. Dus elke week even, dit hoeft niet heel lang te zijn, het kan een uurtje per week zijn. Dat je jezelf de vraag stelt, wat heb ik de afgelopen week bereikt?
op mijn doelen en wat ga ik de komende week neerzetten. Je kunt daarin ook je agenda alvast gaan invullen op dat moment. Zodat je voor die week weet, oké, dit zijn de belangrijke dingen. Die wil ik in ieder geval doen. En ja, die tijd eromheen is jouw tijd eromheen. Maar op die manier heb je je prioriteiten heel duidelijk gesteld. Deze kompasmomenten kun je zelfs per dag doen. Dus je kunt zelfs zeggen van, hey, je pakt 5 minuten per dag. Om te kijken, wat heb ik nou de afgelopen dag gedaan? Wat heb ik nou vandaag eigenlijk bereikt? En wat wil ik de komende dag gaan bereiken? Helemaal aan jou hoe je dat wil inrichten. Maar hoe meer je dus werkt aan die kompastijden, ja, des te sterker je uiteindelijk je focus zal zijn. En hoe beter jij ook je tijd kunt gaan managen. Want dit is het moment waarop je dat alvast voor jezelf doet. Of dat nou dagelijks is, wekelijks of maandelijks, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Time hack 3 die ik met je ga delen is, doe een informatiedieet. En wat bedoel ik hier nou precies mee? Nou, eigenlijk is het niks anders dan een dieet dat je gebruikt voor het afvallen, waarin jij je houdt aan een aantal regels, maar bij je informatiedieet ga je focussen op informatie. Want als er al een eeuw in ons leven bestaat waarin we zoveel informatie hebben, dan is het wel deze eeuw. En dat kan heel positief werken, maar het kan ook heel negatief werken. Denk aan social media, hoeveel we daardoor worden afgeleid, hoeveel informatie we daar zoeken. Denk aan het nieuws wat we misschien willen volgen. Denk aan, ja, weet ik veel wat nog meer. Maar waar het om gaat is dus dat je die informatie pakt. En ook bijvoorbeeld je mobiel, dat hoort hier ook bij. En ga eens voor jezelf op zo'n informatiedieet. Dus maak die uitdaging eens voor jezelf. Dat je zegt van, oké, ik ga maximaal 30 minuten per dag op mijn mobiel kijken. Of op social media kijken. Of wat jij maar pakt. En ga eens kijken of jou dat lukt om die 30 minuten daarin te gaan pakken. Dus probeer eens te kijken van, oké, kan ik met minder informatie meer tijdwinst boeken en die tijd dan weer vervolgens ook beter inzetten. Oké, dat brengt ons bij time hack nummer 4. En time hack nummer 4 heeft alles te maken met het principe verdiepen en vertragen, zoals ik dat noem. Dit heeft heel veel te maken met je doelen, dus je hebt je doelen helder gesteld. Wat er vaak gebeurt en waardoor we onze tijd misschien niet zo heel goed met onze tijd omgaan, is dat we of te veel doelen stellen of we onze doelen te groot en te moeilijk bijvoorbeeld maken. Dus daar wil je wat aan doen en daar werkt het verdiepen en vertragen principe heel mooi voor. Ten eerste ga je verdiepen. Dus dat betekent dat je je niet meer gaat focussen op 10, 100, 1000 doelen. Te veel doelen tegelijk in ieder geval. Maar wat je dus wilt gaan doen is dat je gaat verdiepen. Dus je gaat een aantal van die doelen gaan je skippen. Omdat je weet, oké, daar heb ik nu geen tijd voor. Ze zijn eigenlijk niet zo heel belangrijk. En je gaat die focus terugbrengen naar die paar doelen. In mijn geval is dat dus altijd die 4-jaar doelen die ik dan stel. Dat is heel behapbaar, dat is op verschillende gebieden is dat neergezet en daar doe ik het dan op. Dus dat zou een manier kunnen zijn om daarmee aan de slag te gaan. Vervolgens, als je hebt verdiept en je hebt dus maar een aantal doelen waar je je op focust, dan ga je vertragen. En met vertragen bedoel ik dus dan niet dat je als een speer door al die doelen heen gaat of dat je het dus heel groot maakt voor jezelf of te moeilijk. Nee, maar dat je echt een moment neemt, oké, ik ga nu vertragen. Dit betekent dat ik echt de tijd ga pakken om met dit doel aan de slag te gaan. En dus je maakt die doelen kleiner voor jezelf, waardoor het ook haalbaar wordt om ze te bereiken. En waardoor je dus ook uitstelgedrag bijvoorbeeld tegengaat op die manier. Dus heel concreet, stel je hebt op dit moment 20 doelen, je brengt ze terug tot 4 doelen waar je nu mee aan de slag gaat. Dat is moeilijk, ik weet het, je moet keuzes daarin maken. En tegelijkertijd, als je dat doet, ga je nog weer vertragen. Dus dan ga je binnen die doelen, maak je dan kleinere doelen. Om dan in actie te komen. Dus stel je voor je wilt 20 kilo afvallen. Ik noem maar eventjes iets. En dat breng je helemaal terug naar de basis. Dat betekent dat je misschien nu gaat kijken. Oké, maar deze week ga ik dan een hele kleine actie uitvoeren. Bijvoorbeeld, als je nu 0 keer naar de sportschool gaat. Ik ga 1 keer per week naar de sportschool. Dan ben je aan het vertragen. Dus je stelt een kleine doel dat behapbaar en makkelijk voor jou te halen is. En daar ga je op voortbouwen. Daar ga je een gewoonte van maken. Dat ga je meer ontwikkelen. Dat is verdiepen en vertragen. Oké, time hack nummer 5 die jou heel erg kan gaan helpen is, ga in de monnikenmodus zoals ik je noem. Gedraag je soms iets vaker als een monnik. Ik zie dit heel veel om me heen gebeuren waarvan ik denk, oh, die mag best wel eens wel vaker in de monnikenmodus staan. Dus wat ik daarmee bedoel is, pak tijd voor jezelf waarin je alleen maar gefocust bent op dat ene doel. Het voorbeeld dat heel veel wordt genoemd is de ochtend. En dus stel je voor je staat om, je wilt om 8 uur altijd beginnen met je werk. En wat je kunt doen is dat je zegt van oké, het eerste uur, dus van 8 tot 9 ga ik in de monnikenmodus. Wat bedoel ik daarmee? Je sluit jezelf als het ware op. En die tijd
ben je gewoon alleen bezig met jouw belangrijkste taak. Dus dat betekent vaak geen internet, dit betekent geen mobiele telefoon, dit betekent ja, dus niet dat je gebeld kunt worden. Dus externe prikkels zijn eigenlijk onmogelijk om jou te bereiken, zodat jij jouw belangrijkste werk kunt leveren op dat moment. En dan weet je, na dat uur dan mag alles weer openstaan, maar dat uur ben je dan alleen maar daarop gefocust. En nu pak ik natuurlijk een uur als voorbeeld, maar dit kan 2 uur zijn, dit kan 3 uur zijn, dit kan 4 uur zijn, dit kan de hele dag zijn als je wilt. Maar je zult gaan merken dat het best wel moeilijk is om in die monnikenmodus continu te blijven werken. En dat je dat diepe werk niet, ja, 8 uur kunt gaan volhouden. We zijn geen Superman, dat lukt je misschien een paar dagen. Maar daarna kan het best wel moeilijk worden om dat continu te blijven doen, omdat het gewoon superveel hier mentale energie vergt. Tip nummer 5 was dat dus, time hack 5. En dat brengt mij meteen bij time hack nummer 6 die je zou kunnen toepassen voor jezelf. En dat is gebruik, zoals ik dat noem, de tijdverdubbelaar. En dit is eigenlijk niks anders dan dat je dingen gaat combineren met elkaar. Dus ik vind de mail altijd een heel mooi voorbeeld. Stel je voor, je bekijkt nu 10 keer per dag je mail. Ja, dat betekent dat je 10 keer je mail moet openen. Dat kost een heel klein beetje tijd, maar het kost heel veel focus en heel veel, je wordt er door heel veel afgeleid. Dan is hij misschien aan het laden of dan zie je al die mailtjes voorbij komen. Dan ga je misschien onbewust al een paar mailtjes beopenen en andere misschien niet. En dat gaat er uiteindelijk voor zorgen, ja, dat je die mail dus 10 keer opent en ook weer moet afsluiten enzovoort. Dus dat levert allemaal heel veel tijd al op, alleen al als je dat niet zo vaak meer doet. Maar tegelijkertijd word je dus zoveel daardoor afgeleid dat je dat gewoon niet wil hebben. Dus wat je in dit geval kunt doen, als je die mogelijkheid natuurlijk hebt in jouw werk, is dat je zegt, vanaf van die 10 keer ga ik er 2 keer per dag van maken. Dus ik check nog maar 2 keer per dag mijn mail. Dan hoef je nog maar 2 keer te openen en af te sluiten, word je nog maar 2 keer afgeleid. Hier kun je ook 1 keer van maken natuurlijk. Het kan zelfs zijn dat je zegt van, ik doe er maar 1 keer per week als je niet zoveel mail krijgt bijvoorbeeld. Helemaal aan jou hoe jij dat wil gaan doen. Nog een hele slimme extra tip is ook dat je misschien een onderdeel van je mail kan uitbesteden, waardoor jij het nog maar 1 keer per week hoeft te doen en iemand anders doet het bijvoorbeeld dagelijks voor jou. Oké, dus dat is time hack 6 en hoe je daar het beste mee om zou kunnen gaan. Ja, en vervolgens brengt dat ons dus bij time hack nummer 7. En time hack nummer 7 is de EAD-strategie. En EAD staat in dit geval voor EAD en dat betekent elimineren, automatiseren en delegeren. De eerste stap die jij wil doen bij jouw time management is door je alleen maar te focussen op het elimineren. Dus als jij een heleboel taken hebt, dan wil je eerst eens gaan kijken, oké, hoe kan ik het beste met mijn tijd omgaan? Dan ga je kijken welke dingen hoef ik eigenlijk niet meer te doen. En dus in jouw business kunnen dit hele mooie dingen zijn. Misschien doe je nu 5 verschillende dingen en kun je wel 3 van die 5 dingen kun je gewoon al skippen door het niet meer te doen. Dan win je daar natuurlijk al tijd mee en kun je veel meer focussen op dat ene enkele ding. Maar ten tweede, als je dingen niet meer kunt elimineren, je zit dus een volgorde in, dus kun je dingen niet meer elimineren, dan kun je het automatiseren. Ga je het andersom doen, ga je eerst iets automatiseren in plaats van elimineren, dan ga je dus iets automatiseren wat je eigenlijk al wilde elimineren en dus iets wat niet nodig is. Dus dat is ook weer nutteloos voor je tijd om daarmee bezig te zijn. Dus dat wil je ook niet doen. Dus belangrijk daarin is elimineren, dan automatiseren. Dus welke systemen kan ik automatiseren? Dit kan echt op technisch gebied zijn. Dus dat je softwarepakketten hebt om dingen te laten automatiseren. Dus voor als je online business bijvoorbeeld hebt, zou je kunnen zeggen, ik bouw funnels die ik automatiseer, zodat die continu blijven draaien. Ja, tegelijkertijd kan het ook zijn dat je je persoonlijk dingen gaat automatiseren door gewoontes in je leven te brengen die voor jou gaan werken. En dus dat kan inderdaad, wat ik net al zei, dat je er een gewoonte van maakt om niet meer 10 keer per dag die mail te beantwoorden, maar dat nog maar 1 keer per dag te doen. Oké, zo kun je dus heel veel van dit soort dingen voor jezelf verzinnen. Dus ga eens kijken voor jezelf, oké, wat kan ik elimineren, wat kan ik automatiseren en wat kan ik, en dat is de derde stap, delegeren. En dus welke dingen kan ik daarna, die misschien arbeidsintensief zijn, maar die ik niet zelf meer wil doen, welke dingen kan ik daarin gaan delegeren, zodat ik mijn tijd weer veel waardevoller kan inzetten. Oké, en dat brengt ons bij de laatste tip en dat is time hack nummer 8 en dat is doe de 1 minuut actie. Als je me al een tijdje volgt, dan weet je wat dit is. Dit betekent niks anders, die 1 minuut actie, dat je elke dag een klein stapje zet. Hoeft niet 1 minuut te zijn, mag een uur zijn, het kan 2 uur zijn, het kan allemaal langer zijn. Maar waar het om gaat is dat het een symbolisch iets is voor die kleine stapjes die je vandaag gaat zetten in de richting van je uiteindelijke doel. Dus maak het niet te groot. Dit is ook een onderdeel binnen het verdiepen en vertragen principe.
En dan vooral bij het vertragen. Dat je dus dingen kleiner maakt voor jezelf. Dus heb je als doel om bijvoorbeeld 8 kilometer te gaan hardlopen? Ik verzin nu maar gewoon eventjes iets. Ja, dan wil je niet nu al beginnen met, oké, vandaag ga ik die 8 kilometer lopen. Als je nog nooit hebt gelopen, dan werkt dat niet. En dan maak het dus super klein voor jezelf. Misschien is zelfs 1 kilometer te ver. Je maakt er 100 meter van desnoods. Dat maakt niet uit, maar dan ben je in beweging en dan doe je iets. En de volgende dag zou je misschien eens kunnen kijken van, nou, weet je, nu ga ik 200 meter doen. En daarna ga ik 300 doen. En voor jij het weet, zul je gaan merken dat je dan uiteindelijk bij je doel bent. Ik heb het overigens zelf ook gedaan voor het lopen van mijn marathon. En ook dat heb ik in kleine stukjes opgesplitst. Het is niet zo dat ik van de een op de andere dag opeens die marathon in mag gaan lopen van 42,2 kilometer. Maar dat is opgebouwd vanuit kleine stapjes. Dus ik kon al 8 kilometer lopen, maar ik had nog nooit meer dan 8 gelopen toen ik hier aan begon. En toen dacht ik, weet je, ik ga eens 9 proberen. En daarna dacht ik van, weet je, ik ga eens 10 proberen. En een week later dacht ik, ik ga eens 11 proberen. En zo ging dat heel langzaam. Groeide ik daar naartoe. Kan mijn lichaam eraan wennen. Maar ook mentaal kun je eraan gaan wennen om dus die langere afstanden te gaan lopen. En zo werkt het ook met je business. Zo werkt het ook in je relatie. Zo werkt het met, ja, eigenlijk alles. Dus wil je nog meer mee aan de slag gaan? Wil je nog beter met jouw tijd omgaan en actie ondernemen in plaats van uitstellen? Pas dan ook de 1 minuut actie toe. En dat gaat je heel veel tijd opleveren. Goed, ik hoop dat jij ontzettend veel hebt gehad aan deze 8 time hacks. Dat jij ze kunt meenemen voor jezelf. Ik ben heel benieuwd, welke time hack vond jij het meest waardevol voor jou? Wat zijn misschien time hacks die jij nu al toepast en die vind jij ook super waardevol en zijn handig voor anderen om toe te passen? Laat het mij hieronder weten. Heb jij een nieuwe time hack of iets anders? Laat het me dan ook even weten in de reactie onder deze video. Ik ben heel benieuwd. Laat het mij dus eventjes weten. En ja, wil je ondertussen meer tips en inspiratie over persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Hoop dat dit weer waardevol voor je was. Denk groot. Start klein.